Welkom weer bij Rondje Parklaan. In deze serie praten we hierbij over alles rondom de aanleg van de Parklaan. De Bennekomseweg en de Edeseweg zijn alweer even dicht vanuit Bennekom. En vanaf volgende week gaat ook de Kierkamperweg nog eens dicht voor 7 weken. Nou, dat is natuurlijk een belangrijke route om vanuit Bennekom naar Ede te komen. Dus wat betekent dat nou de komende 7 weken voor de mensen die vanuit Bennekom naar Ede moeten? Dat zoeken we deze week voor je uit. De Bennekomseweg en de Edeseweg zijn alweer even dicht. Heeft u daar nou last van? Nee, ik niet. Ja, voor de auto is het lastig dat we niet naar Ede kunnen. Maar ja, ik ben toch, als je dan gewend bent, wij gaan vaak op de fiets. Als ik hier sta, heb ik nergens geen last van. Nee, helemaal niet. Ik fiets. Ja, heeft u daar last van? Nou, ik vind het best vervelend, ja. Maar ik hoef niet zoveel meer te rijden, dus ik hoef niet in het spitsuur. Nee. Maar het is best vervelend en ik vind het ook een beetje jammer de manier waarop het allemaal gegaan is. Komt u met de auto of fiets daar langs? Ja, elke dag, 2 keer. Oh. En hoe gaat dat nu? Hartstikke goed. Ja. Dus het valt mee met de drukte, bedoelt u? Of, Ja, het ligt eraan hoe vroeg je weggaat. Ik moet om 8:30 de jongens in Ede wegbrengen naar school. En normaal ging ik altijd 8:15 weg. En nou 8:15. Half uurtje eerder. En dan ben ik mooi op tijd daar. Dus je moet je wel een beetje aanpassen aan de situatie. En nou gaat de Kierkamperweg ook volgende week dicht voor 7 weken. Oké, gaat u daar last van hebben? Nou, daar is meer. En dan gaat daar zometeen de achterstraat ook nog 6 weken dicht. Dus dan moet alles door Bennekom heen. Ja, ik vind het niet slim. Ik sta hier met Thijs, projectleider van het Picobello-pad. Thijs, wat houdt het Picobello-pad in? Het Picobello-pad is een hoogwaardige fietsroute. Die loopt van Ede tot aan Wageningen. En daarbij willen we eigenlijk gewoon zo comfortabel en veilig mogelijke route faciliteren voor fietsers. Die eigenlijk geen één keer hoeven te stoppen als ze de hele route zouden affietsen. Nou, en kan je wat vertellen over wat er allemaal precies hier gaat gebeuren voor de aanleg van dat fietspad? Ja, dat kan ik. We hebben hier een vrijliggend fietspad, zoals het mooi heet. Een fietspad die weg van de rijbaan ligt. Op dit moment hebben we de Kierkamperweg nog fietsstroken. Die fietsstroken, ja, die samen met het autoverkeer, ja, vinden wij onveilig. En er gebeuren ook regelmatig ongelukken. Zelfs dodelijke slachtoffers zijn er gevallen. En we willen daarom graag de veiligheid vergroten, maar ook het comfort van de fiets vergroten. Dus ook bij de achterstraat komt er nog een rotonde, waarbij fietsers dan in de voorrang kunnen oversteken en dat ook de snelheid van het autoverkeer remt. Ja. Nou, heel mooi. En die werkzaamheden die gaan tegelijkertijd met de werkzaamheden voor de Parklaan plaatsvinden. Hè? Kan dat wel tegelijkertijd? Ja, het kan wel tegelijkertijd. We hebben met verkeersmodellen gekeken ook van of het mogelijk is. Een adviesbureau heeft dat onderzocht, dus dat is mogelijk. We doen het samen omdat eigenlijk gewoon het belang van de verkeersveiligheid zo groot is dat we niet nog meer ongelukken willen laten gebeuren. En de situatie is gewoon gevaarlijk op de Kierkamperweg. Dat blijkt wel uit de afgelopen jaren. Tegelijkertijd waren we ook al langer bezig met de uitvoering van dit project. Ja, en toen kwam de planning ook van de Parklaan eroverheen. Hebben afgewogen, is het haalbaar? En dat bleek haalbaar, ja, door de verkeersmodellen. En de ene afsluiting naar de andere. Komen de mensen van Bennekom straks nog wel een beetje goed naar Ede? Hoe kunnen ze dat het beste doen straks? Ja, Bennekommers kunnen gewoon dezelfde beweging maken die ze nu doen. Behalve dan niet meer over de Kierkamperweg. Maar van boven de weg, die kunnen ze gewoon blijven gebruiken. Dat is wel voor bestemmingsverkeer in Bennekom. Het doorgaande verkeer, ja, daar gaan we echt maatregelen voor nemen om te zorgen dat ze niet door Bennekom heen hoeven. En dat gebeurt al vanaf de A50, dat we omleidingen doen via de NCT5. Dan komen ze ook voor de Mansholtlaan, Dreeslaan en ook weer bij Ede terecht. Nou, heel mooi. Ik ben heel benieuwd naar het Picobello-pad en dankjewel. Ik sta hier met Tini van de Dorpsraad Bennekom. Tini, wat doet de Dorpsraad nou precies? Dorpsraad Bennekom wil een platform zijn voor alle inwoners, waarin de meningen die je leven en de opinies die je leven, dat we die naar voren brengen. Dus we hebben geen mening, we zijn een platform en verzamelen de ideeën en de meningen. En hoe kijken jullie nu naar de aankomende werkzaamheden, ook in combinatie met de werkzaamheden voor de Parklaan? Ja, dat is natuurlijk heel heftig voor een dorp. En je kan het niet ontkennen, een jaar lang een dorp aan één kant niet uit kunnen, dat is veel. Ja, we zijn dus heel benieuwd naar hoe het straks gaat als er nog meer afgesloten wordt dan alleen de weg naar het station. En wat horen jullie zo al een beetje van de mede-Bennekommers?
Ja, iedereen vindt het wel heftig. Het duurt lang. Mensen houden er wel rekening mee. Er zijn natuurlijk mensen die er heel erg veel last van hebben. En dat verschilt natuurlijk. Moet je je 's ochtends wel naar je werk en naar kinderen naar school brengen of niet? Nou, dat was hem weer. De komende tijd kan het hier dus wat drukker zijn op de Van Balverenweg. Wij zijn er over een tijdje weer. Heb je nou een vraag voor ons? Laat hem achter in de comments. En wie weet behandelen we hem dan wel in de volgende aflevering. Tot dan!